In het centrum van Arnhem vond zaterdagmiddag een stille tocht plaats voor de vermoorde prostituee Ida. Ze was een bekende in het circuit. Nou, ik denk een jaar of 6, 7, 8 meeloop in Arnhem. En ja, ze liep op de Westervoortse Dijk om geld te verdienen. En ze deed meelijnkrantjes verkopen in de stad. Als ze bepaalde dingen zag wat ik droeg, dan had ze ineens een cadeautje voor me. En blijkbaar was ik de enige. Dus ik begin eigenlijk nu ook een beetje het me te realiseren. Want ze had ze op een gegeven moment haarkammetjes gegeven, hetzelfde kleur als mijn ring en oorbelletjes. Wat ik ook weet is dat ze dikwijls genoeg heeft geprobeerd om uit die wereld te komen, want ze ging dan de dakloze krant verkopen. En wat over haar gezegd wordt als prostituee ben ik het niet helemaal mee eens, omdat zij meer niet dat werk deed als wel, want ze probeerde steeds op haar manier om eruit te komen door de dakloze krant te verkopen. En zodoende heb ik haar ook leren kennen, omdat ik toen destijds ook op straat stond. Hoewel er nog veel onduidelijk is over de moord op Ida, heeft burgemeester Paulien Krikke wel tips voor prostituees die zich nu onveilig voelen. Vrouwen die op de tippelzone tippelen, moeten eigenlijk op de tippelzone blijven. Het gevaar begint groter te worden naarmate ze met klanten van de tippelzone afgaan. En ik hoop dat vrouwen zich daar ook ontzettend aan houden. Want de tippelzone is bedoeld om de zwakste te beschermen. Om te zorgen dat vrouwen een veilige plek hebben om te tippelen en om klanten op te pikken.